Hoe activeer je een publiek voor een programma dat nog niet bestaat? In Thomas speelt het hart geeft Thomas van der Veeken zich een jaar de tijd om het pianoconcerto van Edvard Grieg onder de knie te krijgen. Hij daagt Muzikaal Vlaanderen uit om met hem mee te doen en een instrument of muziekstuk te leren en dat ook online te zetten. De leukste muzikant mag samen met Thomas op het podium tijdens zijn eindconcerto. Hoe activeer je een online community? Hoe modereer je zo'n platform? En hoe hou je de gebruikers centraal zichtbaar? Dat hebben we met ons crowdfunding platform Coalect uitgezocht. Canvas en VRT Sandbox daagden ons uit om een platform te bouwen waarop kijkers hun video's en foto's kunnen uploaden en elkaars vorderingen kunnen volgen. We hebben ons platform aangepast aan dit project en hebben de VRT ook begeleid in de communicatie door activatietechnieken toe te passen die we ook in andere crowdfunding platformen gebruiken. De deelnemers een jaar lang warm houden voor het platform leek de grootste uitdaging. Maar de inschrijvingen kwamen vlot binnen en na 10 maanden was er nog steeds een grote groep bezig met hun uitdaging. Via e-mail marketing kregen de muzikanten updates en creëerden we een echt community gevoel. Canvas werkt met een crowdsourcing online platform waardoor we een groot publiek hebben bereikt voordat het programma effectief op televisie verscheen. In dit project hebben we aangetoond dat het mogelijk is om met behulp van user-generated content een bottom-up tv-programma te maken dat kijkers betrekt tijdens de productie van het programma. In de toekomst kan deze manier van werken ook bijdragen tot de ontwikkeling van zelfstandige journalistiek.